Jelena Teunis, welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet de notificatiebel natuurlijk ook niet, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, ik ga vandaag weer lezen uit het prachtige boek, het meest bijzondere boek dat ik ken. De Meesters van het Verre Oosten van de schrijver Bart Spalding. Het boek kun je aanschaffen bij mij op de website. Ik ben begonnen met boekverkopen, jongens, want het is echt... Heel veel mensen vroegen mij van ja, waar kan ik het dan halen? Waar kan ik het kopen? En wat is nou het beste en wat niet? Nou ja, dan moeten we wat, hè, om mensen toch makkelijk te kunnen helpen. En zo steunen jullie mij natuurlijk ook mee als jullie bij mij boeken bestellen. Dan kan ik weer door met video's maken, mensen. Want ja, het is enorm, enorm veel werk. Maar ik doe het met alle liefde en met liefde voor een betere wereld en een paradijs op aarde te maken. Want dat is natuurlijk waar we naartoe moeten en naartoe willen met z'n allen. Vrede. En ik ga jullie eventjes vertellen, want er is namelijk een nieuw boek. Althans, het is niet heel recent nieuw, maar het is wel vrij nieuw. Want je hebt hier het oudste boek, de eerste uitgave hebben we het dan even over. En dit is nog in oud-Nederlands. Dit is nog helemaal in de oorspronkelijke vertaling, dus ja, het is echt bijzonder. Dit boek is niet meer te verkrijgen in de handel, alleen nog tweedehands te kopen. Dus als je ergens op een marktplaats of misschien ergens anders een gebruikt boek zou je dit kunnen aanschaffen. Dan is er nog een tussenuitgave eigenlijk. De opvolger van de eerste uitgave. Dit boek vind ik wat minder goed vertaald, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is gewoon in Nieuw-Nederlands, gewoon modern Nederlands, zeg maar. Dat andere is meer in het gijzijd en het oude Nederlands. Hier staan wat foutjes in, heb ik ontdekt. Het spreekt zichzelf een beetje tegen. Het is nu mijn optekeningenboek geworden. Verder is het natuurlijk een fantastisch boek alsnog. Maar er staan wat dingetjes in waarvan ik het niet mee eens ben. Omdat het niet in het eerste uitgave staat. Dus ik heb wat foutjes ontdekt. Maar er is dus een nieuwere uitgave. Die is vrij recent. En deze verkoop ik dus ook op mijn website. Hier resoneer ik ook heel goed mee, eigenlijk net als de eerste uitgave. Dus dit raad ik jullie gewoon aan. Het is het beste boek dat ik ken. Het wordt ook je Bijbel. Het is niet een nieuw geloof of iets dergelijks. Het kondigt ook geen religie aan of iets. Het wil juist religies weg hebben. Omdat er zoveel verdeeldheid gezaaid is, zeg maar. Maar voor de mensen die nog niet weten waar dit boek over gaat. Nou, even in het kort uitgelegd. Ik heb meerdere video's er al over gemaakt. Dit boek gaat over een expeditie in Amerika. Dat zijn archeologen en die gaan naar het Verre Oosten, zoals Tibet, India, China, Mongolië, eigenlijk dat soort landen. Om oude opgravingen te doen, dus kleitabletten, en daar eigenlijk hun verhaal over te vertellen. Hè, om wat archeologen nou eenmaal doen. Nou, komt de schrijver in dit boek, komt dus een man tegen die zijn bewustzijn vervolmaakt heeft. Dus een hoger bewustzijn heeft ontwikkeld. En hij leert hem dus ook hoe hij dit moet doen. In dit boek noemt hij zichzelf Emiel. En Emiel is al een paar honderd jaar oud. En dat kan iedereen. En hij ontmoet heel veel. Dus hij gaat dus in de wereld kijken van Emiel. Dus Emiel neemt hem ook mee naar allerlei soorten plekken. En begeleidt hem ook met de kleitabletten en zijn archeologische expeditie. Met die groep waar ze dus samen mee reizen. En dan gaan ze dus, dan leert hij dus hoe ze dus moet teleporteren, telekinezen, het materialiseren uit de universele goddelijke substantie. Dus de substantie die hier zit, waar alles uit ontstaan is, daar kun je dus alles ook uit creëren. Het eeuwige leven, eeuwige jeugd, heel veel bijzondere dingen. Die echt met je resoneren. Als je dit gaat lezen, dan begrijp je het ook. Dan snap je het ook. Ja, in dit boek gaat ook de schrijver dus... Die wordt in contact gebracht met Jezus, met Boeddha. Met eigenlijk alle verlichte zielen die een hoger bewustzijn hebben ontwikkeld. En daar gaat hij dus mee in gesprek. En die leren hem dus ook hoe je dat dus allemaal kunt doen. Dat is heel erg interessant. Dus Jezus spreekt ook in dit boek en heel veel...
ja, andere verlichte zielen. En het is fantastisch. En het gewoon te begrijpen. Nu snap je gewoon het hele balletje is rond. Ook. Het is een studieboek. Dus het is niet zomaar een roman dat je maar even wegleest. Elke keer als je het opnieuw pakt en opnieuw gaat lezen, lees je het ook weer anders. Al ga je die bladzijden 10 keer lezen, dan lees je hem 10 keer anders. Waarom? Omdat je begripsvermogen moet gaan ontwikkelen om het te begrijpen wat ze nou echt in bedoelen. Want het is een zelfstudie, dus een studieboek. Hoe je dus dit soort dingen zelf kunt. Hoe jij ook kan leviteren. Hoe ook jij onsterfelijk kan zijn. Hoe jouw cellen werken. Er wordt alles in detail wordt het uitgelegd hoe dit allemaal werkt. Hoe je bewustzijn in elkaar zit. En hoe het universum in elkaar zit. Hoe dat gecreëerd is. Jongens, het is zo in detail verteld. Zo resonerend. Er zit geen grijntje van disharmonie of angst of iets in dit boek. Waarvan je denkt, creepy of iets dergelijks. Totaal niet. Het is een en al liefde. Ik zal zeggen, lees het zelf. Schaf het aan. Want hier ga je echt eeuwig plezier van hebben. Ik blijf jullie natuurlijk ook uitleggen over de termen, de teksten die hierin staan. En ja, zodat jullie het makkelijker begrijpen waar het over gaat. Heel veel mensen lezen dit en denken, poeh, zwaar boek. Waarom? Omdat het begripsvermogen er nog niet is om het te bevatten. Wat ze nou eigenlijk echt ermee bedoelen. Zodra dit gaat bezinken, en ik denk voor heel veel mensen van dit jaar, die enorm veel openbaringen hebben gekregen dit jaar, zullen dit boek nu veel makkelijker gaan snappen. En het geeft ook helemaal niks. Het moet bezinken. Ik ben er voor jullie om het jullie uit te leggen, want dit is mijn leven, mijn werk, om ja, nog meer mensen eigenlijk duidelijk te maken dat je krachten in je hebt en dat je die kan benutten en dat je het gaat beseffen en dat je onsterfelijk bent, dat je eeuwige jeugd bent. Niet als mensen denken van, oh, ik ben onsterfelijk, maar dan ben ik dadelijk oud en gebrekkig en dan heb ik een lange baard en of heel lang haar of iets dergelijks. Nee, als je echt snapt hoe je eigen lichaam werkt en hoe je bent opgebouwd. Ja jongens, dan dat scheelt zoveel. Want dan ga je dus je hele lijf, alles ga je veranderen. Je leven, ja, je levenswijze ga je veranderen. Het past zichzelf allemaal aan. Nou, ik ga een heel mooi stuk voor jullie voorlezen. Nog even een paar dingetjes die ik nog wel wil bespreken, zodat jullie snappen waar ik het over heb. Christus, als ik het over Christus heb, dan betekent dit dus het licht. Heel veel mensen denken dat het de achternaam van Jezus is, maar dat is dus de achternaam van Jezus niet. Het is niet Jezus Christus, dat is de achternaam, maar het is Jezus het licht, de verlichte ziel. We zijn allemaal lichtzielen. En bijvoorbeeld ook het wortelras of Israël. De naam Israël betekent eigenlijk verlicht ras. En het woord ras betekent dus ook lichtbundel. En een lichtgroep, hè, of een lichtbundelgroep. Dus wij rassen zijn lichtbundels. En dat, als je dat begint te begrijpen, dan denk je, oh wow, ik besta ook echt uit licht. Want kijk maar eens naar een schilder die de 2 witte puntjes in het oog doen om het te laten leven. En zo zie je ook gewoon, net als dat ik een video had gemaakt met de uitvaartondernemer die ook vertelde, is echt, er gaat iets uit het lijf. Er zijn ook onderzoeken gedaan van mensen die bijvoorbeeld net voordat ze stierven, zeg maar, op de weegschaal gingen staan en een paar gram minder wegen. Weet je, na de dood. Dus er gaat echt iets uit het lijf. Je ziet ook dat je licht uitstraalt. Alles straalt eigenlijk licht uit, anders zou je het niet kunnen zien. En dat is zo bijzonder als je dat begint te begrijpen. Hoe je nou eigenlijk in elkaar, hoe het hele leven in elkaar zit. Het is ook echt te schandalig voor woorden dat er zo weinig kennis openbaar gemaakt wordt. Bewust natuurlijk. Hè. Bewust willen ze het niet openbaar maken. Zodat je nooit tot besef komt wie je nou eigenlijk echt bent. En ja, dat willen ze natuurlijk allemaal. En over ze, dan heb ik het over het systeem, over de overheid. En over die eigenlijk
de krachten, de duistere kracht die niet wilt dat, dat je je eigen macht terugkrijgt. Het is allemaal onderverdeeld geworden, terwijl we één eenheid zijn. Nou, ik ga hier een stukje voorlezen uit de leringen van de Siddha's, het goddelijke kind. Nou, de Siddha's, dat kan je ook op internet eens terugzoeken wat de Siddha's zijn. Is eigenlijk een volk wat net als Emiel of waar de schrijver over schrijft, die een hoger bewustzijn hebben en die eigenlijk ook alleen maar mensen hebben willen proberen te vertellen die af zijn geweken van hun bewustzijn. Dus ja, nu kun je zien, nog maar 2 tot 10% gebruiken ze van hun begripsvermogen. Maar om die mensen dus te laten zien dat je alles kan, dat je een hoger bewustzijn hebt die, die wonderen kan verrichten, zoals we het maar noemen. Het zijn natuurlijk geen wonderen, het zijn je goddelijke erfdelen. Maar heel interessant. Nou, ik ga beginnen. De volgende ochtend stonden we bij zonsopgang op en we keerden die dag terug naar het dorp waar we onze uitrusting hadden achtergelaten. We kwamen net voor het donker in het dorp aan en sloegen ons kamp op onder een grote waringin. De ochtend daarop begroette Emiel ons en we begonnen allemaal vragen te stellen. Hij zei, ik verbaas me niet over uw vragen en ik zal er nu met genoegen zoveel mogelijk van beantwoorden en anderen laten rusten tot u dieper in ons werk bent doorgedrongen. Wanneer ik zo met u praat, dient u ten volle te beseffen dat ik uw taal gebruik om u het ene grote beginsel dat ten grondslag ligt aan ons geloof duidelijk te maken. Dat is ook zo, Emiel die was dus in India dat Bart Spalding hem tegenkwam. En in die tijd, in 1800, waren er eigenlijk heel weinig mensen die in India Engels spraken. En hij was dus een van de weinigen, dus het viel ook direct op. Emiel die begon tegen Bart Spalding te praten. En dus hij spreekt dus in vloeiend Engels. Nou, wanneer iedereen de waarheid kent en ze juist wordt uitgelegd, komen we dan eigenlijk niet allemaal, niemand uitgezonderd, uit dezelfde bron voort. Zijn we niet allemaal één met de universele geestsubstantie God? Zijn we niet allemaal één grote familie? Behoort niet elk kind, iedereen die geboren is, van welke kaste of gezinte ook, tot deze grote familie? U vraagt of wij geloven dat de dood onvermijdelijk is. Laat me u antwoorden in de woorden van de Siddha's. Het menselijke lichaam is opgebouwd vanuit de individuele cel. Net als de lichamen van planten en dieren die wij graag jongere en minder geëvolueerde broeders noemen. De individuele cel is een zeer kleine microscopische eenheid van het lichaam. Door een proces van groei en deling dat zich vele malen herhaalt, resulteert deze minuscule kern van een celeenheid tenslotte in een compleet menselijk wezen dat uit nagenoeg ontelbare miljoenen cellen bestaat. Deze lichaamcellen specialiseren zich in verschillende functies, maar behouden in grote lijnen de eigenschappen van de individuele cel waaruit ze voortkwamen. Deze individuele cel kan als de fakkeldrager van het bezielde leven worden beschouwd. Hij geeft van generatie op generatie de latende vuren van God door. De vitaliteit van alle levende wezens in een ononderbroken afstammingslijn die tot aan het tijdstip reikt waarop voor het eerst leven op deze planeet verscheen. Deze individuele cel heeft de eigenschap altijd jong te blijven. Maar hoe zit het met de celgroepen die het lichaam worden genoemd? De celgroepen zijn voortgekomen uit de individuele cel. Een vele malen herhaald proces behielden zijn individuele eigenschappen waarvan het latende levensvuur, eeuwige jeugd, er één is. Dat is ook wat ze bedoelen over die stamcellen. Hè? Ik bedoel, stamcellen is natuurlijk de eerste cel is die amoebe, waar het lichaam uit is ontstaan. Deze amoebe kan zich dus in ontelbare cellen transmuteren. En dus het kan allerlei soorten cellen worden. En het is altijd eeuwige jeugd, want anders zou het geen jeugdige, mooie, jonge cellen eigenlijk tevoorschijn kunnen brengen. De celgroepen of het lichaam fungeren slechts als hoeder van die individuele cel tijdens de korte levensspannen die u nu kent. Onze allereerste leraren ervoeren door middel van inspiratie de waarheid van de wezenlijke eenheid van levensreacties in plant en dier.
We kunnen ons goed voorstellen hoe deze leraren zich onder de brede kruin van de waringing als volgt, de boom, de waringing, als volgt tot hun leerlingen richten. Kijk naar deze reusachtige boom. Het levensproces dat zich in onze broeder, deze boom en in onszelf afspeelt, is in essentie hetzelfde. Zie de bladeren en de knoppen aan de twijgen van de oudste waringing. Hoe jong zijn ze? Jong als het zaadje waaruit deze reus tot leven is gekomen. Omdat de levensreacties van plant en mens gelijk zijn aan elkaar, kan de mens zeker lering trekken uit de ervaring van de plant. Zoals de bladeren en knoppen aan het uiteinde van de twijgen van de oudste waringen net zo jong zijn als het zaadje waaruit deze is ontstaan. Zo hoeven ook de celgroepen in de mens die zijn lichaam vormen niet langzamerhand hun vitaliteit te verliezen en te sterven. Maar kunnen ze jong en eeuwig jeugdig worden, als de eicel of individuele cel zelf. Er is werkelijk geen reden waarom uw lichaam niet net zo jong en vitaal zou blijven als de levenskiem waaruit het ontstond. De immer uitdijende waringing, altijd al een symbool van eeuwigdurend leven, gaat niet dood, tenzij door een ongeluk. In de waringin schijnt geen natuurwet van verval, geen verouderingsproces van kracht te zijn die de levensenergie van zijn cellen nadelig beïnvloedt. Hetzelfde gaat op voor de goddelijke menselijke vorm. Er bestaat geen enkele natuurwet voor de mens die dood of verval, tenzij door een ongeluk betekent, in zijn lichaam of celgroepen bestaat geen onomkoombaar verouderingsproces. Niets wat het individu geleidelijk kan lamleggen. De dood is dus een vermijdbaar ongeval. Ziekte is bovenal onwelzijn, het ontbreken van welzijn of shanti. De heerlijke vreugdevolle rust van de geest die zich via het mentale in het lichaam uitdrukt, seniele aftakeling, de normale ervaring van de mens, is enkel een verschijnsel dat zijn onwetendheid verhult ten aanzien van de oorzaak. En dat is ook vaak natuurlijk. En ziekte is, je ziet het ook in, iemand die ziek wordt is in onbalans. Hoe meer je dat gaat beseffen, hoe meer je dat gaat herkennen, dat je denkt, jeetje mina, die mens is echt in onbalans. Je bent in onbalans als je ziek wordt. Het lichaam kan namelijk niet ziek zijn. Alleen door negatieve gedachten of door disharmonie, wantrouwen en jaloezie en woede en kwaadheid en eigenlijk alles wat disharmonisch is. Dat merk je ook. Harmonie. Als iemand in harmonie zingt, dan klinkt het mooi. Dan denk je, oh fijn, die persoon die klinkt in harmonie. Klinkt diegene in disharmonie, dan zingt diegene schel of vals, weet je. En dat is dus ook in ons lijf, als we niet in harmonie zijn, dus als het niet in gelijkgestemdheid gaat met het lichaam, onze gedachtenwereld, dan is het ook niet zo gek als men daardoor ziek wordt, want je klinkt vals. Zo zie ik het maar, weet je. Je gedachtes gaan niet in overeenstemming met de goddelijke trilling van het lichaam. En hoe meer je dat begint te begrijpen, hoe meer je ook ziet dat diegene inderdaad in disharmonie is. Of in uitharmonie is, eigenlijk. En diegene moet dus weer in overeenstemming met zijn intuïtie weer gaan leven, om zichzelf te gaan genezen en te gaan helen. Zo logisch eigenlijk. Bepaalde ziektestoestanden van geest en lichaam, dus van oorzaak. Zelfs ongevallen zijn te voorkomen door de juiste geesteshouding. Ongeval is ook zoiets. Mensen die een zwaar ongeval hebben, of sowieso een ongeval, zijn eigenlijk uitbarstingen van woede en van ruzies. Dus als er iemand een conflict heeft gehad, of een ruzie, waarmee diegene heel erg boos is, dan zul je ook zien, of diegene draagt ook veel boosheid bij zich, zul je ook zien, dat eigenlijk vraag het maar naar als je mensen kent die een zwaar ongeval hebben gehad. Vraag maar eens of er een conflict voor die tijd heeft afgespeeld. 9 op de 10 keer is er een conflict geweest, of een kwaadheid, of is diegene boos over iets geweest, of al een langdurig proces wat een botsing veroorzaakt. Het is eigenlijk plus plus, hè? De energie is dan plus plus of min min. En dat botst. Net als bij een magneet het botst. Probeer maar eens plus plus tegen elkaar aan te houden. Gaat gewoon niet. Wat voor kracht je er ook op zet, het lukt niet.
Thucydides zegt, de veerkracht van het lichaam kan zodanig in stand gehouden worden dat het besmettelijke en andere ziekten zoals de pest en griep van nature met gemak kan weerstaan. Een sida kan bacillen binnenkrijgen en er volstrekt niet ziek van worden. Onthoud dat jeugd het zaad van liefde is dat God in de goddelijke menselijke vorm heeft geplant. Jeugd is in feite goddelijkheid in de mens. Jeugd is het spirituele leven, het leven van schoonheid, slechts leven leeft en heeft lief. Het ene eeuwige leven, ouderdom is onspiritueel, sterfelijk, lelijk, onwerkelijk, angstgedachten, pijngedachten, gedachten van verdriet, creëren de lelijkheid die ouderdom wordt genoemd. Vreugdevolle gedachten, liefdevolle gedachten, gedachten over idealen creëren schoonheid die jeugd wordt genoemd. Ouderdom is slechts een omhulsel waarin zich de edelsteen van werkelijkheid, het juweel van vreugd, bevindt. En dat is het ook echt. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, maar nou, ik vind ouderdom wel mooi hoor. Nou, even serieus, ze willen natuurlijk daar een beetje een soort van draai mee krijgen. En dat ze er een genoegen maar mee nemen dat iedereen zogenaamd oud wordt. Nou, niet, je hoeft dus niet oud te worden. Dat is net wat hierin staat. Het zijn gedachtes van ellende, van disharmonie, die de cellen afbrokkelt om het visioen wat jij voor je ziet. Als jij ziet dus door ellende en toestanden dat je dus over een aantal jaar oud wordt, dan zul je dus ook oud worden. Want jouw gedachtes, die zijn het zaad en jouw lichaam volgt. Dus als jij dat afdrukt op jouw lijf, dan ga je ook zo eruit zien. Oefen u in het verwerven van jeugdbewustzijn. Visualiseer het goddelijke kind in u. Fluister uw bewustzijn voordat u in slaap valt in. Ik besef nu, dus dit is ook een heel mooi, dit is een heel mooi iets wat je dus voor het slapen gaan tegen jezelf moet zeggen, om je gedachten te trainen. Probeer ook te visualiseren hoe je eruit wilt zien. Neem dat in je gedachten, want je wordt het. Je gaat er naartoe leven. Fluister nu bewust en voordat u in slaap valt in. Ik besef nu dat zich in mij een spiritueel vreugdelichaam altijd jong, altijd mooi bevindt. Ik heb een prachtige spirituele geest, neus, mond, huid en dito ogen. Het lichaam van de goddelijke kind, het lichaam van het goddelijke kind dat nu vanavond volmaakt is. Herhaal deze bevestiging en mediteer er rustig op terwijl u in slaap valt. Zeg 's ochtends bij het opstaan hardop tegen uzelf. Nou, beste Delilah. Je eigen naam natuurlijk zeggen. Je hebt een goddelijke alchemist in je. Door de spirituele kracht van deze bevestigingen bevindt 's nachts een transmutatie plaats en doordringt een ontplooiing van binnenuit. De geest, dit spirituele lichaam, deze spirituele tempel, de innerlijke alchemist, heeft dode en afgeleefde cellen afgestoten en het goud van nieuwe huid met eeuwige gezondheid en schoonheid laten verschijnen. Het bewijs van waarachtige goddelijke liefde is eeuwige jeugd. De goddelijke alchemist bevindt zich in mijn tempel en vormt onafgebroken nieuwe, prachtige babycellen. De geest van jeugd woont in mijn tempel, in deze goddelijke menselijke vorm, en alles is goed. Om, Shanti, 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 vrede, vrede, vrede. Shanti betekent vrede. Leer te glimlachen op de heerlijke manier van een kind. Een glimlach recht uit de ziel is spirituele ontspanning. Een echte glimlach is iets van ware schoonheid. Een kunstwerk van de onsterfelijke innerlijke Heer. Het is goed om te bevestigen. Ik denk een vriendelijke gedachte voor de hele wereld. Mogen de hele wereld gelukkig en gezegend zijn. Bevestig voordat u met het werk van de dag begint. In mij bevindt zich een volmaakte vorm, de goddelijke vorm. Ik ben nu alles wat ik verlang te zijn. Ik stel me mijn prachtige wezen dagelijks voor, tot ik het leven inblaas en gestalte geef. Ik ben een goddelijk kind, in al mijn behoeften wordt nu altijd voorzien. Leer uzelf met geestdrift te vervullen. Bevestig, oneindige liefde vult mijn geest en doordringt mijn lichaam met haar volmaakte leven. Maak alles aan uw licht en mooi. Kweek een humoristische geest aan. Geniet van
van de zonneschijn. Nou, dat is dus waarom ik altijd zoveel lach. U begrijpt dat ik het onderricht van de Siddha's aanhaal. Het zijn de oudste leraren die bekend zijn en hun onderricht dateert van duizenden jaren voor onze hele gedocumenteerde geschiedenis. Zij hielden zich al bezig met mensen onderrichten en op een betere manier van leven wijzen, voordat de mens de eenvoudige kunsten van de beschaving kende. Uit hun onderricht is het systeem van heersers ontstaan. Deze heersers verloren echter weldra het besef uit het oog dat het God was die zich via hen manifesteerde. Denkend dat zij zelf het persoonlijke, het werk deden, dwaalden ze af van het spirituele en creëerden ze het persoonlijke of materiële, vergetend dat alles uit de ene bron God komt. De persoonlijke denkbeelden van deze heersers gaven aanleiding tot de grote verdeeldheid op het terrein van geloof en de grote diversiteit op het terrein van denken. Dit is ons begrip van de Toren van Babel. De Siddha's bewaarden door de eeuwen heen de ware geïnspireerde methode van de God die zich via het mensdom en al zijn scheppingen uitdrukt. En ze beseften dat God alles is en dat het God is die zich in alles manifesteert. Ze zijn nooit van deze leer afgeweken. Zo hebben ze de grote fundamentele waarheid in stand gehouden. Ik zal zeggen, schaf het boek aan. Het is echt het meest mooie boek wat ik ken. Er staat ook alles gewoon onderbouwd in. En ja, je voelt het ook. Het resoneert met je. Je kan dit boek op mijn website kun je dit kopen. Je mag natuurlijk ook ergens anders kopen wat je zelf prettig vindt. Jullie steunen mij natuurlijk wel als jullie bij mij kopen. Dus daar word ik natuurlijk heel erg blij van. Want dan kan ik nog meer van dit soort mooie video's maken. En jullie meer uitleggen over de betekenissen wat hier allemaal in het boek staat. En ja, ik geef hier ook onderricht in. Dus kijk anders even op mijn website. Over alle betekenissen en hoe je als mens ook dus een hoger bewustzijn gaat bereiken. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste waar we naartoe willen. En als we dus loskomen van deze illusie of die hypnose waar we in geloven dat er een dood is. En dat we het karma maar continu moeten herleven en herbeleven en het moeten doormaken. Dat is gewoon een... En ja, de ketens van de slavenhandel eigenlijk. Daar zit je eigenlijk helemaal in vast als je dat nog steeds gaat vasthouden. Want er is een totaal andere wereld, een totaal ander bewustzijn. En dat bewustzijn, dat ga je echt snappen als je dit soort dingen gaat lezen. Want dan ga je jezelf beter begrijpen. En je gaat ook weten dat er dus veel meer is wat je niet geleerd is. Heel veel dingen uit heel veel... geschriften, eigenlijk uit alle geschriften, uit de geschiedenis, wat betreft de Bijbel of de Koran, of je kan zo gek niet bedenken wat voor religies er eigenlijk allemaal tot stand zijn gekomen. Er zijn heel veel dingen verdraaid, vertaald of met ja, niet voldoende begrip goed overgebriefd, zeg maar. Er is heel veel in veranderd om natuurlijk de macht te behouden en om mensen op het verkeerde spoor te zetten. Kijk altijd naar wat met jou het beste resoneert. Als er iets in een boek staat wat angst teweeg brengt of jou juist in een duister gevoel wil laten of je op het verkeerde spoor dus wil zetten, hè, wat jou juist geen oplossing biedt, daar moet je heel goed naar kijken. Filter voor jezelf dat je denkt van hé, wacht eens even, dit is niet een opbouwend iets. Het gaat niet naar een beter leven, want je bestaat uit harmonie. Zou er iets dus in disharmonie zijn, zal je dus ziek worden. Dat heb ik net al besproken. Dus gaat er een boek iets vertellen over disharmonie, dat jij dus gestraft zult gaan worden. Hè? Kijk, dat je dingen op je eigen afroept, dat is er absoluut. Hè? Dus hè, ga jij wat je geeft, krijg je terug. Zo werkt het ook gewoon in het universum. Hè? Dus alles is natuurlijk een wisselwerking. Geven we liefde, zullen we er meer liefde van krijgen. Geven we... haat, zullen we meer ruzies en conflicten en kwaadheid op onszelf afroepen. Dat is natuurlijk gewoon de wet van aantrekkingskracht. Maar staat er een boek dat je standaard doodgaat, of dat er altijd maar een verderf is en dat het leven niet gelukkig mag zijn? Ik had bijvoorbeeld een familie al vroeger
naast ons wonen als we in Nederland woonden. En die waren zwaar gereformeerd. Nou, dan mocht ik niet zeggen dat het leven één groot feest was. Want dan, dat was het namelijk niet. Dat mocht ik niet zeggen. Dat mocht ik niet zingen. Want je had vroeger zo'n liedje. Het is mooi, mooi, mooi man. Het leven is een heel groot feest. Nou, dat zong ik vroeger. En nou, dat mag je niet zingen. Want het leven is geen groot feest. En nou ja, als je toch zo door het leven moet, jongens. Alsjeblieft zeg. Het leven is absoluut een groot feest, want anders zou dit lichaam er niet zijn. En ik ben heel erg gelukkig met mijn lichaam. En iedereen zou blij moeten zijn met het lichaam. Want hoe meer je dus, wat ik net voor heb gelezen, hoe meer liefde je aan jezelf geeft, hoe mooier mens je wordt, hoe meer het gaat uitstralen. Hoe mooiere gedachten je ook gaat krijgen. En het aspect van visualiseren wil ik ook graag met jullie allemaal bespreken. Ik ga nog heel veel video's maken, jullie zijn nog lang niet van mij af. Dus... ik zal zeggen, blijf kijken. Want ja, ook over de kracht van affirmaties. Of de kracht van visualiseren. Als je dus ook, net als wat hier in het boek ook net verteld wordt. Als je dus gaat visualiseren dat je mooi en schoon bent. En dat je cellen voordat je slapen gaat lekker gaan vernieuwen. Dat je dat tegen jezelf gaat zeggen. Als je dat beseft, dan zul je ook een beter mens voelen de volgende dag. Ga je met ellende naar bed of ga je allerlei toestanden op jezelf afroepen, dan ga je natuurlijk in een ander soort trilling zitten die jou disharmonisch maken, die jou dus ongelukkig maken en jou dus moe maken of in een zwakke positie maken. Hoofdpijn krijg je ervan, zelfkritiek, alles heeft een betekenis waarom je dus bepaalde ziektes hebt of bepaalde ja, disharmonische ervaringen of toestanden in je leven aantrekt. Ja, en het is ook zo, wil je niet luisteren, zul je toch zweepslagen krijgen. Dat is gewoon zo. Ga maar iets doen waarvan je al weet dat het niet goed is. Nou, reken er maar op dat je gewoon het op je bord krijgt. En dat je met de neus op de feiten gedrukt wordt. Of ga je met mensen om die jou naar beneden halen en blijf jij in die energie. Want het kan ook zijn dat je niet je eigen energie voelt, maar andermans energie. Ja, dan kan je daarin per ongeluk beïnvloed raken. En jouw lichaam geeft het al aan of je gedachten van doe het nou niet. Of blijf er nou op afstand. Of denk nou positief. Of ga vrolijke gedachten ontwikkelen. Want je wordt er helemaal misselijk en ziek van. En sommige dingen, kijk als het openbaringen zijn waar je achter komt. Of dat je denkt van inderdaad wat er nu allemaal gaande is hè, in 2020 of vanaf eind 2019. Ja, weet je dan... Dat je dan die duistere kant ook helemaal ontdekt, is ook goed om je plaatje compleet te maken als openbaring. Dat je denkt van, vrek, ben ik zo heftig gehypnotiseerd of ben ik zo geïndoctrineerd of ben ik zo in het ootje genomen. Kijk, dat helpt alleen maar om jezelf te ontdekken. Hè, om je eigen bewustzijn te vergroten en te groeien. Maar voor de rest is het gewoon belangrijk... Dat je dus, als je dat dus weet, als je erachter komt, als je dit gaat beseffen en dat ene plaatje helemaal compleet is, dat je inziet hoe erg gehypnotiseerd je bent geweest, dan kun je je dus ook helemaal openstellen voor die waarheid die van binnenuit komt. Die echt de pure liefde is, mensen. En er zijn heel veel mensen ook die nog niet goed snappen wat nou eigenlijk liefde is. En ja, wat ik zeg, ik wil nog zoveel met jullie delen en jullie uitleggen hoe het nou allemaal is. Ik heb ook een stuk of een video gemaakt over de beschermende kracht van liefde. Ga dat anders kijken als je niet zo goed weet wat ik nou bedoel met liefde en wat kun je er nou eigenlijk mee. Nou, dat heb ik daarom al uitgelegd, staat ook in dit boek. Maar ja, het is heel bijzonder allemaal. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag. En heel veel liefde toe. En ja, ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop. Want jullie steunen mij daarmee om abonnee te worden. En ook om het te liken en te delen. Want ja, ik vertel dit met liefde aan jullie. En nou, ik wens jullie hele fijne dagen. Dikke knuffel en kus. Doei!